Nou, dit is echt een gesprek om gewoon echt te horen wat er leeft. Waar zij ook de mogelijkheden zien, waar zij tegenaan lopen. Dat helpt ons weer om weer de goede maatregelen te gaan nemen. We zijn bij een boerbedrijf geweest wat vlak tegen Natura 2000 gebied aan zit. Een gebied wat, of een landschapsgebied wat privé beheerd wordt. En machtig interessant om te horen hoe zij proberen zo goed mogelijk juist op dat landschap in te spelen. Ze zijn er onderdeel van, ze pachten daar een stukje van. Ze zijn er heel trots op. Maar staan natuurlijk ook nu voor vraagstukken van wat betekent het voor de toekomst. Oh nee, maar er zitten gelukkig ook wel andere boeren hier die ook wel zeggen van het is goed om dat gesprek te voeren. Ook wel dat we weten dat op sommige dingen de zaken best wel kunnen botsen. Maar dat is prima. Ik bedoel, wij zijn hier in dit land altijd gewend om als daar de zaken toch nog wat scherp zijn, dat we toch het gesprek met elkaar aangaan. En daar zitten hier gewoon ook boeren en mensen vanuit de natuurorganisaties om juist wel te kijken hoe je samen kunt werken. En uiteindelijk moet je wel met elkaar door. Ja.